exciting and new. Come aboard, we're expecting you. Even over de grens in het Duitse Emsland ligt Papenburg. Een erg doorsnee stadje. Waar het niet dat hier de Meyerwerf is gevestigd. Die wereldberoemd is om zijn reusachtige cruiseschepen. De Meyerwerf behoort tot de wereldtop. Jaarlijks verlaten er minstens 2 oceaanreuzen het dok. De afmetingen, de getallen en de omzetten tarten elke verbeelding. En misschien daarom wel dat Papenburg is uitgegroeid tot een toeristische trekpleister van formaat. Honderdduizenden bezoekers uit alle windstreken komen jaarlijks naar Papenburg, onder wie vele Groningers. In het midden van de jaren 80 was de Homerik het eerste luxe cruiseschip van de Meyerwerf. Nooit eerder liep een dergelijk groot schip dwars van stapel. Het schip werd later verlengd tot de Westerdam. Sinds 1987 worden alle schepen onder het beschermende dak van de hal gebouwd. Wir bauen nicht nur Schiffe für die Kreuzfahrt und für die Tourismusindustrie, sondern sind eben selber Touristenziel geworden. Und wir liegen jetzt bei etwa 250.000 bis 300.000 Besuchern pro Jahr. Und was bieten Sie diesen Besucher? Ja, wir bieten den Besuchern natürlich den spannenden Einblick in den Bau einer Kreuzfahrtflotte, ganz oft von verschiedensten Kunden, Norwegian Cruise Line, AIDA, Disney ist ja ein neuer Kunde bei uns. Und natürlich etwas nicht Alltägliches, was Sie nicht überall sehen, solche riesigen Kreuzfahrtschiffe in der Entstehung zu sehen, von der ersten Stahlplatte bis zum fertigen Schiff, das ist für viele Leute unheimlich interessant. Ja, je kunt zeggen vanaf 2000 hebben ze weer veel investeerd. En zoals het er nu uitziet, dit jaar weer 100 miljoen. Deze nieuwe hal is nu 384 lang, 75 hoog, 125 breed. En daar komt dus nog 120 meter aan. Dan zijn we op 500 meter en komen misschien weer in het Guinnessboek de recorden. Dat waren we toen bij die hal. Alles aan de werf is groot, groter, grootst. Behalve als toeristische attractie is Meijer met 2000 werknemers ook een van de grootste werkgevers van Noord-Duitsland. Het familiebedrijf begon ruim 200 jaar geleden met de bouw van kleine turfschepen, zoals deze. En groeide uit tot een wereldwijd vermaard scheepsbouwer. En van een wat suffig provinciestadje is Papenburg opgestoomd in de vaart der volkeren. Insbesondere ganz klar ist es einfach die Aktualität der großen interessanten Ozeanriesen, die wir hier zu bieten haben, die immer wieder das Highlight sind für einen neuen Besuch, aber auch die ganzen anderen Highlights, die wir haben in Papenburg, die wir zeigen, unsere Museen, unsere interessanten Anlagen reizen eigentlich immer, insbesondere auch die Innenstadt Papenburg aufzusuchen und wir begrüßen hier im Laufe des Jahres doch sehr viele holländische Gäste und freuen uns darüber. Deze week wordt de laatste hand gelegd aan de Norwegian Jam. Het meeste personeel is afkomstig uit lage lonenlanden als Maleisië en de Filipijnen. Ze krijgen de laatste instructies voordat het echte werk begint.
Honderden mensen bevinden zich nog aan boord om het 400 miljoen euro kostende schip startklaar en zeewaardig te krijgen. Ja, Sie müssen sich nur anschauen, was hier alles an Technik auf dem Schiff ist. Wir gucken gleich nochmal ins Theater. Wir haben hier riesige Maschinenanlagen. Das Schiff hat über 100.000 PS. Sie haben Satellitennavigation, Sie haben Theatertechnik, Sie haben unheimlich viel gastronomische Möglichkeiten. Sie haben ganz, ganz tolle Kabinen von riesigen Suiten. Hier hinter uns haben wir eine Riesensuite von über 300 Quadratmeter mit eigenem Pool, mit eigenem Garten, mit eigenem Jacuzzi. Eben bis zur normalen Standard-Innenkabine, die natürlich deutlich günstiger ist nachher. Also es gibt so viele Möglichkeiten und so viele technische Dinge, die hier natürlich so interessant sind. Der Wellness- und Fitness- und Beauty-Bereich, da ist 400 Millionen, denke ich mal, ein ganz angemessener Preis. Und die ersten zwei Generationen, kann man sagen, haben dann Houtenschepen gebaut. Niet alleen deze mooie zeilboten, ook veel platbodemschepen, waarmee ze die turf hier ook door de kanalen hebben getrokken. Zo die derde generatie, Jozef Lambertmeijer. Niemand kan zich voorstellen dat zo'n schip een complete drijvende stad is. En ook als je dan ziet hoe zo'n schip wordt gebouwd in principe. Dus als je dat een beetje goed brengt, dan moet ik zeggen, zijn die gasten ook fascineerd als ze 's avonds naar huis gaan. Bent u onder de indruk? Ja, gigantisch is onder de indruk. Ook qua organisatiestructuur en logistiek. Verbeeldend vermogen om het te zien zoals het in verschillende fases plaatsvindt. Ja. En heeft het uw lust ook aangewakkerd om een cruise te nemen eens een keer? Voor zover ik dat kan betalen, zou ik dat best eens een keer willen doen. Maar ik denk dat het financiële middelen me daar niet toereikend voor zijn. Ja. Want het is toch een beetje een onbereikbare wereld, hè? Ja, ja, zeker weten. Ja. Een vleugje krijg je mee als je met de ferry naar Engeland vaart. Maar dat is echt een vleugje van wat je hier te zien krijgt. Ik vind dat je daar best trots op mag zijn als je dat soort schepen kunt bouwen. En dat je dat ook best mag laten zien, wat er mogelijk is. Ik vind dat het, ja, daar kom ik eigenlijk steeds op terug, dat je... Ja, dat alles is, er zijn bijna geen grenzen. En ik vind dat geeft, en dat is, ja, als je dat ook relateert aan je werk of zo, dan ben je vaak met problemen bezig en zo. Je denkt, ah, dat lukt niet en dat kan niet en zo. Maar als je dan zoiets ziet, dan heb je zo'n indruk van, ja, dat is, als je maar dan met de goede mensen lang genoeg aan bezig bent, dan is in principe, krijg je alles voor elkaar. Dus dit werkt voor u inspirerend? Ik vind dat inspirerend, ja. Ja. Das Träumen, denk nicht an zu Haus. Seemann, Wind und Wellen rufen. Wir sind ja jetzt kurz vor Fertigstellung. Ende September übergeben wir das Schiff an die Reederei. Wir liegen jetzt bei den letzten Arbeiten, fahren am 16. über die Ems. Und wenn die letzten Arbeiten und vor allen Dingen natürlich die große Probefahrt auf der Nordsee abgeschlossen sind, dann bekommt der Reeder das Schiff und dann beginnen schon die ersten Kreuzfahrten. Und was ist die Endbestimmung dieses Schiffes? Also die ersten Touren werden in Europa sein, im Mittelmeer, von Barcelona aus. Und später wird das Schiff dann von Nordamerika aus in die Karibik fahren. Okay, alles Gute. Schauen Sie mal wieder rein. Tschüss.